Welkom bij deze shoplog. Als jullie daar tips voor hebben, dan hoor ik dat graag. Waar doen jullie de grote boodschappen? Hallo allemaal. Welkom bij deze shoplog. Ik ben voor het eerst sinds hele lange tijd bij de Aldi geweest. Ik doe eigenlijk altijd de grote boodschappen bij de Lidl. Maar ik denk, ik ga dat eens proberen. En ik laat jullie zien wat ik heb gekocht. En het zijn met name ook de wat gezondere dingen waar ik op zoek naar ben geweest. Omdat ik daar voor het eerst was, was ik gewoon benieuwd van, hey, wat hebben zij aan producten. Dus ik laat jullie even zien wat ik heb gekocht. Spinazie voor in de smoothies. Rucola. Voor brood vind ik dat vaak lekker erbij. Paprika's, komkommer, avocado's. Voor guacamole. Biologische eieren. Ja, dat doet waarschijnlijk iedereen tegenwoordig, de biologische variant kiezen. Krieltjes. Dan hebben we hier broodspread. Pesto. Waarbij eerlijk gezegd, pesto heb ik nog nooit echt gebruikt voor gerechten. Als jullie daar tips voor hebben, dan hoor ik dat graag. Brie. Oh, daar wordt Lea wakker. Hey, lekker ding. Was je wakker? Ben je mee? Had je goed geslapen? Ja. Lea? Mag mama de shoplog even afmaken? Kan jij even lekker wakker worden met mama op de arm? Kip en jong belegen kaas. Dan hebben we hier vegetarisch vlees, wokreepjes en groenteschijf. Dan hebben we hier de zuivelproducten, Griekse yoghurt, melk. Vaak gebruiken we die voor de pap van de kids. Amandelmelk, biologische yoghurt, slagroom voor sauzen. Olijfolie, vloeibare bak- en braadolijfolie. Spa rood. Nee, spa blauw. Spa rood. 100% appelsap. En sinaasappelsap. We hebben hier nog biologische appelsap. Koffie van Matti. Dan hebben we, kijk, havermout vlokken. Ook voor een smoothie bowl. Biologische kokosolie. Dit heb ik wel eens gehoord, nog nooit gebruikt. Spirulina. Dat schijnt ook lekker te zijn in de smoothie. Nou ja, lekker weet ik niet, maar in ieder geval gezond. Ik ga dus achteraan wat het inhoudt. Speldwafels. Dan hebben we muesli. Nick wilde graag appelrozijn. Papa houdt van die met chocola. Hoe heet het? Brinta. Pap. Dan hebben we amandelen. Kokosflakes. Deze zijn ook zo'n suiker, zag ik, van die knijpfruitzakjes. Cashewnootjes. Die was in de Armin van Zonatura. Speld, chocolade, nog wat muesli. En granola. Met een kokossmaakje. Dan hebben we bananen. Aardbeidjes. Dit hebben we gehad. Pure chocola. Die voor Matti. Maar stiekem snoep ik natuurlijk ook daarvan mee. Die vind ik ook super handig. Op een of andere manier heb ik nog heel veel dekseltjes in de kast liggen, maar geen doosjes meer. En dit had ik al verteld. Ja, dat was hem. Waar doen jullie de grote boodschappen? En weten jullie, zeg maar, in hoeverre er verschil is in prijskwaliteit van Lidl en Aldi? Ik heb net ook op internet gelezen dat het nog beter is om bijvoorbeeld naar de Jumbo te gaan en dan gewoon het huismaak te pakken. Dat je dan nog goedkoper uit bent dan wanneer je naar een Aldi gaat of naar een Lidl. Dus ja, ik weet niet. Als jullie daar tips in hebben, dan hoor ik dat graag. Ja, ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik ga nu even dit meisje helpen om wakker te worden. Tot de volgende vlog. Doei doei! Zeg je nog dag? Wil je dag zeggen? Dipke. Hallo, daar ben ik weer. Nog een aanvulling op de shoplog. Ik ben nog even naar het centrum van Brunsum geweest. Naar de Jan Linders. En de Hema. Dus ik wilde jullie even laten zien wat ik daar heb gekocht. En zo leuk, op weg naar huis kwam ik een kijker van jullie tegen. En ik vond het heel leuk dat je daar naartoe kwam. En dat je om een handtekening en een foto vroeg. Dat is de eerste keer, dus super grappig. Dit heb ik gekocht bij de Jan Linders. Als ik die dus niet gebruik een aantal dagen, heb ik meteen last van mijn tandvlees. Dus aardbeidjam 100% fruit. En wajang. Dit is een bloemetje voor Pauw. Want we gaan dadelijk lekker barbecuen bij opa Hans en Pauw. Dus dat neem ik mee als bedankje. Voor mezelf heb ik twee notitieboekjes gekocht. Deze en deze. Want ik heb nu hier in de woonkamer, ja, het is niet opgeruimd. Maar
een plekje gecreëerd waar ik ja, leuk vind om even te zitten en wat dingen te noteren en op te schrijven. Zij het een boodschappenlijstje, zij het een stukje uit de Bijbel, wat dan ook. Dus vond ik wel leuk om even wat leuke boekjes voor te halen. En Sanne is morgen jarig, we geven een gezamenlijk cadeau, een horloge. En ik heb nog wat ja, kleinigheidjes gekocht om erbij te doen. Deze cadeautas, twee notitieboekjes met een pen. Deze voor sticky notes erbij. En een maskertje erbij. En dat was hem dus echt. Tot de volgende vlog. Doei!